Hallo voor deze editie van mijn webcast zal ik eventjes een klein woordje uitleg geven over hoe ik Joomla gebruikt heb om een heel handige website te maken voor de KWB Centrum Vilvoorde. Een van de functies die ik er op hun vraag ingestoken heb is een archief, een weergave van het archief op een manier dat je kunt de PDF documenten online raadplegen. Dus ik heb hiervoor een slider gebruikt. Dus je kunt open schuiven, dicht schuiven, of gewoon. En bovendien, in de slider zitten telkens de PDF die je kunt scrollen, of je kunt hem openen in een nieuw tabblad en dan kun je hem op volledig scherm lezen. En hier kun je hem zelfs eventueel downloaden als je wil. Het origineel openen. Oké. Dit zijn maar enkele van de zaken die op deze site vernieuwd geweest zijn. In elk geval, hoe doen we het nu? Dus we hebben twee extensies gebruikt om in een artikel, een gewoon Joomla-artikel, dit te creëren. Dus het eerste wat we gebruikt hebben is de sliders van NoNumbers. NoNumbers heeft een gratis en een betalende versie van die sliders. En trouwens een heleboel heel handige extensies. En dan Joomla Content Editor, dus dat is een gratis tekstwerker, die is heel krachtig, die ziet er zo uit, die heeft heel veel mogelijkheden. Maar je kunt die ook heel sterk vereenvoudigen of aanpassen naar je eigen smaak. En die heeft ook plugins. Een van de plugins is de File Manager. Met die File Manager kun je dus bestanden uploaden, kun je bestanden verwijderen, kun je bestanden hernoemen. En je kunt ook bestanden weergeven in uw pagina, dus je kunt PDF-documenten, Word-documenten gewoon rechtstreeks weergeven. Als je die wilt downloaden, vragen ze wel om een betalend abonnement. Dus je moet geregistreerd zijn en je moet een subscription hebben. Een subscription kost €29 het eerste jaar en daarna €24 voor de volgende jaren. En dan krijg je een hele waslijst aan uitbreidingen voor de Joomla Content Editor. Die eigenlijk wel wat toevoegen eraan. Voor die reden betaal ik ervoor. En ook gewoon omdat ik het belangrijk vind om af en toe een bedrijf die Joomla beter maakt te ondersteunen. Dus deze betaal ik, die gebruik ik gratis. Ik heb die beide geïnstalleerd op de KWB website. Want dat mag met de open source software. Je mag die is onder GPL licentie vrijgegeven. Ook die betalende trouwens. Ik mag die overal plaatsen waar ik wil. Ik mag die zelfs cadeau geven aan mijn buren. Ik mag die op mijn website plaatsen als ik zou willen. Dat is allemaal toegestaan onder de licentie. Maar, laten we eventjes ineens naar de site gaan. Dus als je aanmeldt als beheerder, kun je dus artikel maken. Ik heb nu eventjes gewoon een leeg artikel. Het eerste wat we gaan doen is dus de sliders aanmaken. Je kunt de knop gebruiken, hier sliders, die dus bij de extensie inbegrepen is. En dan kun je zeggen van kijk, we gaan zelf een slide maken, januari. Maar je kunt er even goed zetten, pre-minimum, minimum, of voorgerecht, nagerecht, hoofdgerecht, wat je ook maar wil natuurlijk. Open by default, normaal is de eerste slide open standaard. Je kunt dat ook op nee zetten. Je kunt zeggen, ik moet er een icoontje voor staan, ja of nee. Voor mij hoeft er geen icoontjes. Of ja zelfs, kijk. Oké. Titel 2 februari. Jurgen leert typen. Maart, april, mei, juni, juli. Het zijn er maar 10 beschikbaar. Verdorie, kunnen we dan nu echt niet afwerken. Maar ik ga het eventjes houden bij 2. En wat zie je? Eigenlijk is het heel simpel. Je maakt gewoon... Je slider, je tekst, slider, tekst. En je sluit af met slash sliders. Je plaatst dus de code in Accolades. En je plaatst die eronder. Januari, februari, maart. Maart, april, mei, juni, juli, augustus is er geen, september, oktober, november,
en december. Juli, augustus, september. Dus had geen ander gezegd. Ze is weglaten hier. Oktober, november, december. En ik zal jullie zelfs vervangen door zomer, omdat het eigenlijk 2 maanden zijn. Ja, eventjes opslaan en kijken wat het geeft. Oké, hand in hand 2014. Dus nu zie je al die icoontjes die ervoor staan. Dus die heb ik standaard niet in de andere gestopt, maar dus je kunt dat zelf kiezen. En er verschijnt nu gewoon uw tekst. Ik vind eigenlijk die icoontjes niet leuk, ik ga ze terug wegdoen. Dus ik ga nu de zoek- en vervangfunctie gebruiken die standaard aanwezig is in JCE. En ik vervang door niks. Replace all. Oké. En het is weg. Dus opslaan. Kijken of het gebeurd is. Veel beter. Oké. Wat gaan we nu doen? We gaan toevoegen. Die tekst moet natuurlijk vervangen worden door onze PDF's nu, hè. Dus we gaan onze file manager gebruiken. Ik ga even het scherm volledig maken, dan kan het helemaal op het scherm. En we gaan eerst de PDF's uploaden. Dus ik ben naar de eerste map gegaan. Ik klik op het upload knopje. En ik kan gewoon mijn bestanden naar het uploadvenster slepen. Ik klik op het knopje upload. Ik wacht eventjes, zijn grote bestanden, die zijn gemiddeld 1 megabyte groot. Dus het duurt eventjes. Voilà, we zullen dus hand in hand januari 2014. En we zullen die plaatsen met een embedded viewer. Het is nu hier standaard ingesteld, dus je kunt alles, maar ook echt alles instellen welke standaardwaarde je wil gebruiken in de Joomla Content Editor. Maar je kunt die ook gewoon zeggen, ik wil er een link naartoe plaatsen, of ik wil zelfs ik wil die 90, 95% breed en ik wil die 500 pixels hoog. Insert. En nu zie je dus dat januari al een slider is. Hier zie je een kader. En in dat kader zal op de site zelf de PDF te zien zijn. We gaan even kijken. Dus, natuurlijk, februari is er niks veranderd, maar januari zie je, hij staat er. Even die twee links wegdoen. En nu zouden we kunnen hetzelfde doen voor alle andere slides. Of we kunnen gewoon zeggen van kijk, we gaan het ons eventjes makkelijk maken. We gaan dat gewoon kopiëren. Ik ga even een volledig scherm maken, dan is dat wat overzichtelijker. Is dat gelukt? Het ziet er niet goed uit. Ik ga dat gewoon in de broncode kopiëren, even het volledige scherm, dan is het wat groter. Ik ga de broncode bekijken. Nu moet je daar even niet van schrikken, dat ziet er een beetje eng uit. Dus wat zegt hier gewoon, ik heb een iframe, een venster gemaakt, ik verwijs naar Google Docs. Ik ga de viewer gebruiken om een PDF te bekijken, die hier staat. En het is embedded, dus de grootte, de afmetingen, de titel. Dus zoals je ziet, relatief eenvoudig. Maar het ziet er wel eng uit, maar we gaan dat gewoon kopiëren. En die tekst, uw tekst, vervangen door die iframe.
Zo weer of ik dat gewoon zo kan doen. Vervang. Oké, alles vervangen. Voilà, nog makkelijker zelfs. En nu ga ik gewoon. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus was er geen dat ik gezegd. September, oktober, november, december en natuurlijk januari, februari, de beschrijving, maart, april, mei, oei, oh, oké. Okay. Maart, april, mei, juni, juli, augustus. Dat is gewoon een beschrijving, dat is niet zo belangrijk dus als er een foutje in staat. September, oktober, november, december. Dus, ik ga die broncode terug. En nu ziet het er zo uit. Dus je ziet al mijn november, december sliders. Dat volledige scherm terug verwijderen, het opslaan. Een goede praktijk is toch altijd eens controleren of alles er goed uitziet op de site zelf. Dus ik ga even opnieuw laden. Januari, perfect. Februari, oké. Februari 2014, maart 2014, april 2014. Mei 2014, juni 2014, juli augustus 2014, september 2014, oktober 2014. Oh, oké. Okay. En die is ook niet goed. Hoe komt dat? Oké, okay, we gaan even vlug gaan kijken. Wat is er gebeurd en waarom is die niet zichtbaar? Ook, dus november en december waren niet zichtbaar. We gaan die eventjes verwijderen en manueel terug, want misschien hebben we iets mistypt of zo. Dus ik ga die eventjes met de hand doen. Hand in hand. Aha, onze bestanden gaan maar tot oktober. Dus ik heb november, december nog niet gekregen. Dus ik ga je gewoon zeggen, neem contact op met uw KWB-bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat het KWB-bestuur dit zal bijgewerkt hebben tegen de tijd dat jij deze site bezoekt. Up. Opslaan en sluiten. Of je moet heel vlug zijn natuurlijk. En voor 2015 staat er ook gewoon die tekst. We gaan eventjes kijken nu wat het nu geeft. Neem contact op met de KWB-bestuur. En idem voor december. Ja. En oktober ziet er goed uit. Oké. Okay. Dus dat ziet er perfect uit. Ziezo, ik hoop dat u iets had aan deze kleine tutorial. En misschien kun je ook op jouw site ergens heel creatief een slideshow met PDF-documenten maken. Of een slider met PDF's of een tabs. In elk geval, ik hoop dat je ervan genoten hebt en tot de volgende.